voor het eindklassement van het ISU wereldkampioenschap Allround 2018 in Amsterdam bij de dames. Master of the world with a total amount of points of 166.905, representing Japan. Op de eerste plaats de gouden medaille, meester van de wereld met een puntentotaal van 166.905. Namens Japan, Miho Takagi! By Mr. Erik van den Burg, Vice Mayor of the City of Amsterdam. Mr. Bert Timmerman, first referee of the Ladies Tournament. And now, your attention for the national anthem of Japan. Miho Takagi! The World All-Round Champion 2018. En natuurlijk op het podium de meest succesvolle Olympische sporter aller tijden. Nog één keer ook voor Irene Wüst. En wat een manier om afscheid te nemen in je afscheidstoernooi. Derde van de wereld, Anouk van der Weijden. Van de wereld.
En zij zal de sesh, zoals die 150 jaar geleden aan Jaap Eden werd gegeven, ook geven aan Takagi. En dat gebeurt nu, dat moment. Het is een prachtige sheriff. A beautiful sesh, especially for Takagi as a world champion. In honor of the first world champion in Amsterdam, Jaap Eden. Who had exactly the same sesh. And I hope you appreciate it as a token of our honor to you, Miss Takagi. Dan zal ze straks nog één ereronde maken en nog één keer u laten applaudisseren voor de wereldkampioenen allround. Laten we niet vergeten, de eerste Japanse, de eerste Aziatische met deze titel. Geef er het eerbetoon dat daar toe komt. Handtekeningen, foto's, alles erop en eraan. En als je ziet, zeg dan in het Japans gefeliciteerd. Amadetto gozaimasu. Amadetto gozaimasu. Iedereen wil zijn of haar foto van deze wereldkampioen allround. Haar eerste wereldkampioen allround titel. En alles zit er nu op. Een pen, een sjerp, een medaille, een vlag, sjaal.